Deze beschouwing, die gaat over de katholieke kerk. En dan niet eens specifiek een bepaald onderwerp. Ik ga het gewoon wegbenoemen wat mij te binnen schiet. Als ik na nou afloop denk van, oh, daar ging het met name over. En dat ga ik in de titel zetten. Dan moet ik het nu even in de titel kijken. En <laughs> dan weet je waar het over gaat. Ik weet het nu nog niet. Dus het is niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is dat ik het erover heb. De katholieke kerk, voor degene die het dan, die nog niet eerder mijn, mijn verhaal erover gehoord hebben, katholiek, dat woord dat komt uit het Grieks. Dus niet uit het Latijn, maar uit het Grieks. En Latijn is een kunstmatige taal, die is verzonnen door, uh, ja, ja, door Rome. En die, die taal is verzonnen om alle, ja, barbaren, om die aan te kunnen sturen. Dus het is bedoeld als een taal voor de centurion, om die, en een centurion, is van cent. Dus een cent betekent een honderdste. Een century op zijn Engels, dat komt ook van het Latijn. Dat betekent honderd. Uh, in, uh, in, in Frankrijk heb je het ook, cent franc. Dat betekent dat honderd frank. Ja, ze hebben nou geen franken meer. Cent dus euro, zeggen ze nou. Een centurion, dat is zo iemand moest dan. Die barbaren, dus die Romeinen die werkten met ja, iedereen die maar uh, ja, wat geld wilde verdienen en dan moest je moordpartijen aangaan. Heel wat mannen die waren daartoe bereid en niemand sprak dezelfde taal. En De ene kwam uit, noem eens wat. Uh, uit wat we nu Kroatië noemen. Die ander die kwam uit wat we nu Servië noemen. En weer een ander die kwam uit wat we nu Roemenië noemen. En al die lui moesten met één taal worden aangesproken. En dat moest een vrij simpele taal zijn. Dus, om ja, het even in het kort uit te leggen. Uh, aqua, dat is water. En aquo is naar het water, aquam is uit het water, um, aquor is uh, in het water, <laughs> zoiets. Oh, dat is allemaal aqua en een toevoeging. Uh, video is één woord. Dat betekent ik zie. Dus Latijn is een, een soort stenotaal. Het bedoelt om. Uh, een leger aan te sturen. Daar is het primair voor verzonnen. Volgens Umberto Eco. Die romanschrijver. Die heeft behalve romans. Heeft hij ook. Geschiedkundige werken geschreven. Waaronder. De zoektocht naar de perfecte taal. Dat heb ik hier in het Engels. In search of the perfect language. En die zegt het daarin. dat daarin. Dit verhaal heb ik van hem. Umberto Ecco, in de naam van de Roos en de slinger van Foucault. Grieks, dat was een taal die organisch was. Die werd echt gesproken in Griekenland. En in die taal heb je het woord katholiek. Dat betekent algemeen, betekent universeel. Je kan het zo checken op uh, translate.google. Dan, uh, dan typ je in het Nederlandse stuk, typ je universeel. En dan vraag je om de vertaling naar het Grieks en dan krijg je katholiki. Dus dat ik het even bij. Zo is het. En de katholieke kerk is daarmee de universele kerk. Dat is nooit de bedoeling geweest hè, van de Bijbel. Helemaal niet. Er in de Bijbel wordt wel gesproken over het begrip voorganger. Dat wordt zelfs het woord bischop wordt erin gebruikt, dacht ik. En dan wordt daarin beschreven dat het handig kan zijn. dat één iemand de, de taak op zich neemt. om het woord te bestuderen. En dan eens in de week, als toch iedereen vrij heeft. op de dag des Heren, de sabbat, de zaterdag. De sabadeo, dat is tegenwoordig. in het Portugees zoek je zaterdag op. En krijg je Sabadeo of zoiets. Of Sabadeo. En in het Italiaans is het Sabadeo. Dus, uh, zaterdag is de sabbat. Dat is de zevende dag van de week. En de zondag is de eerste dag van de week. Zo zit het. Volgens de Bijbel dan. Hè? Anyway. Eens in de week hou je mogelijk een dienst en dan heb je één iemand of een groepje van die mensen. En die bereiden dan een leuk praatje voor. En de rol van zo iemand wordt ook beschreven. En er wordt zelfs bij stilgestaan dat het een voordeel heeft als diegene die die taak op zich neemt. Hè? Want met dat je de schrift dan goed moet kennen en dat je, dan, dat je, goed, van, dat je goed moet kunnen spreken, uh, heb je ook aanhangende taken. Bijvoorbeeld om in het geval van een ruzie uh, even langs te komen en je oor te luisteren te leggen en vanuit je wijsheid en je kennis een, een uitspraak te doen. Je bent in feite een soort rechter dan ook. Dat hoort er dan allemaal bij. En die functie, die persoon die dat doet, dat was alleen. Ja, men had er toen helemaal geen idee van dat een vrouw dat ook zou willen. Er, er kwam niets in. Nee. Het was in het algemeen zo dat in de kerk. Ja, daar ja, mochten wel vrouwen komen, maar die hielden nekken hun mond. En er zit wat in, hoor. Ook, ook in de hedendaagse maatschappij is het. Vergaderingen met vrouwen duren aanmerkelijk langer dan vergaderingen met alleen maar mannen. Mannen kunnen ook oude horen, natuurlijk kan dat. Maar vrouwen kunnen er zeer zeker wat van. En niet alle vrouwen, maar ja, in algemeenheid. Maar zo'n man die is dan bij voorkeur uh, vrijgezel. Dus alleenstaand. En de argumentatie daarbij is dat zo'n man die heeft niet die verantwoordelijkheid heeft voor een gezin. En is dus beter beschikbaar voor zijn gemeente. Dus die kan dan makkelijker bij nacht en ontij. Geroepen worden, want hij heeft altijd tijd. Want ja, als je een vrouw hebt en kinderen en ja, er is er eentje ziek en ja, dan kan jij niet komen, want, uh, huh? of zo. Of je kop staat er niet naar. Maar ook, en het is Paulus, dacht ik, die zegt: van ja, wat je niet mag doen, Het is dat je van die persoon verwacht dat hij vrijgezel is. Want de, de hunkering van een man naar een gezinssituatie, die kan zo sterk zijn. Dat je zo iemand diep ongelukkig maakt als je van hem eist dat hij geen omgang heeft met een ega. He, dus ook geen seks en al die dingen, hè. En Paulus zegt daarbij, want dat ja, kan zo erg gaan vreten aan iemand. Ah, dat moet je een mens niet aandoen. Dus heb je iemand die goed verstand heeft van de schrift. En hij kan goed spreken. En hij zou zijn taken prima kunnen doen. Alleen hij heeft een vrouw en een paar kinderen. Ja, dan zegt Paulus, ja, het is niet zo super optimaal. Maar ja, je moet het er maar mee doen hoor. Dat is wat in de Bijbel staat. Nou, en wat heeft de katholieke kerk ervan gemaakt? Nee. Hey. Ja, want begrijp me goed, de, je hebt dan in het Nieuwe Testament, wordt er niet eens heel erg diep, maar er wordt dus ongeveer gezegd dat er zoiets is als een bischop. Een soort vervolganger, een soort uh, ja, schriftkenner. En die man heeft een bepaalde taak. Maar er staat niet eens, van, niet eens iets in als een bisschop der bisschoppen. Kortom, er zat helemaal niks in over een hiërarchie. En dan kijk je naar de universele kerk en dat is één grote hiërarchie. Dat is een hiërarchie van onder tot boven. Dat is het bizar, man. En dan heb je nog zo'n mooie uitspraak van Adolf Hitler. Want Adolf Hitler, die uh, heeft dan zo'n legeronderdeel gesticht. En dat heette de SS. Iedereen kent dat volgens mij. De Schutzstaffel. Die SS'ers waren degene die onder andere de taak hadden. Om toezicht te houden op die concentratiekampen. Even voor jullie info. Er zijn iets van een handjevol, vijf à tien SS'ers. veroordeeld voor het niet goed runnen van een concentratiekamp. Waaronder werd verstaan het mishandelen van de. Uh, ja, bewoners, ja, kan je eigenlijk niet zeggen. Gevangenen, moet je zeggen. Die hadden gevangenen mishandeld. En een aantal daarvan, die zijn veroordeeld tot de doodstraf. Dus die zijn doodgeschoten. Dat je het even weet. Maar goed, die Schoetstaffel, dat was een strikt hiërarchische organisatie. Dat kan jij je wel eens bij voorstellen, toch? Een militaire organisatie. Hè? En Adolf Hitler heeft zijn bewondering uitgesproken... over de orde van de Jezuïten. Dat is een orde binnen de katholieke kerk, de universele kerk. En dat hij heeft gezegd van... die orde van de Jezuïten, die hebben een hiërarchisch model... Zo ongelooflijk goed. Ik heb daar mijn Schutzstaffel op gebaseerd. Dus de hiërarchie van de Schutzstaffel, van de SS, die hiërarchie, dat hiërarchische model, dat is één op één overgenomen van de jezuïeten. Ja. Dus heb je het over de universele kerk, dan heb je het over uh, wereldberoemde hiërarchieën. Tot en met Adolf Hitler aan toe, die daar uh, zoiets had van: nou jongens, pet je af. Wat een goed model. Het kwam erop uh, neer dat in die hiërarchie van de jezuïeten daarin is opgesloten dat jij een directe. Uh, uh, ja, manager hebt, leidinggevende. En alles regel jij in principe met die leidinggevende. En als dat. En daar gelden regels voor. Als dat dan uh, niet goed werkt, dan mag je naar de leidinggevende van je leidinggevende gaan. Daar moet je geen gewoonte van maken, maar dat mag je uh, doen. En dan mag je daar verhaal gaan houden. Dat is een bepaald artikel. En jouw leidinggevende weet dat. Dat, dat creëert dus een bepaalde spanning, snap je? <laughs> Want jouw leidinggevende weet dat als jij het echt niet eens bent met wat hij zegt, dat jij direct naar zijn leidinggevende mag stappen. Dus dat, ja, dat is heel goed over nagedacht. En binnen de Jesuïten was dat dus opgezet. Dus ergens in de 16e eeuw. En Adolf Hitler in de 20e eeuw heeft dat organisatiemodel overgenomen voor zijn schutstafel. Anyway, over dit soort zaken staat in het Nieuwe Testament helemaal niks. En welbeschouwd. De Bijbel, wel beschouwd zegt de Bijbel dat er maar één de baas moet zijn over het volk. En dat is de meneer die zichzelf heeft laten noemen Ik ben die ik ben. Ik ben Hebreeuws aan het leren, dan kan ik het zo dadelijk ook op het Hebreeuws zeggen, <laughs> Hij ja, kon ook zeggen Elohim, Jehova. Kijk, die moet de baas zijn en geen mens. De Bijbel is een strikt anarchistisch werk. En anarchie betekent geen heerser. Dat wil zeggen, geen wereldse heerser. God is de baas. En die leidt ons. En een profeet. die hoort het woord van God door te geven. En een profeet in de regel. Oh, die heeft weinig bezittingen. die doet het niet voor de poen. Hè? Juist, want iemand die dus leeft voor het geld. ja, die, die kan geen profeet zijn. Dat kan niet. De liefde voor geld. Uh, is het einde van je geluk. En de liefde voor het geld is de wortel van al het kwaad. Dat staat in de Bijbel. Dus een profeet is een arme luisman. En die spreekt dan het woord van God omdat hij helemaal zuiver is. Maar wij mensen, wij nemen er geen genoegen mee. En we willen graag een koning. Want dan hebben we een leuk Koningsdag. En dan vinden we dat allemaal voordelen hebben. En wij snappen niet helemaal goed dat die hobby die wij hebben. Dat, dat, dat koningschapshobby gebeuren. Dat levert niet echt veel op. Ja, je hebt de Koninginnedag of Koningsdag. Dat is wel leuk. Maar dat had je zonder het Koningshuis ook kunnen doen hoor. Niemand houdt je tegen. Om als land te zeggen: uh, eh, wij doen het uh, voortaan antroposofisch. Naar de leer van Rudolf Steiner. En uh, vier keer per jaar hebben wij een nationale feestdag: namelijk bij de winterzonnestilstand. bij de lente-equinox. en bij de zomerzonnestilstand. en bij de herfstequinox. En dan gaan we party met z'n allen. Dat kunnen wij rustig doen zonder Koningshuis. Daar heb je geen Koningshuis voor nodig. Het enige wat je nodig hebt is consensus. Maar wij willen niet zo vrijgevochten zijn en we willen graag uh, ja, veel geld kwijt zijn aan een duur Koningshuis. Want dat. Uh, ja, waarom eigenlijk? Uh, om op te kunnen scheppen, zo tegen de Belgen. Van, onze koning heeft een veel grotere auto dan jullie koning, of, of zoiets. Zo. En onze koningin, die draagt veel duurdere koningenskleren dan jullie koningin. Denk ik dan, hè? Een beetje opscheppen. Het is natuurlijk een beetje moeilijk op te scheppen tegen die Britten, want die Britse koningin, uh, die Elisabeth II, nou, die kost een percenten jongen. Ja, het is maar wat. Maar kijk, wij, de, de Bijbel zegt, je moet helemaal geen koning daar moet je niet aan beginnen, maar je gewoon niet doen. God is de baas, zo moet het zijn. En voor de rest heb je natuurlijk, maar dat zijn niet echt hiërarchieën, maar heb je dus dat iemand ergens het meeste van weet en die is dan op dat moment de baas. Over dat waar hij het meeste van weet. Zoals een bischop, die het meeste weet van, het, van de schrift en dat geeft hij dan door. En nou, onder het volk is er dan, dan weer iemand en die gaat dan bij de bischop in de leer. En even later is die dan de bischop, als de andere bischop oud is en der dagen moe. En je assistentbisschop. En dan ben je ook een later bisschop. Ja, zo kan het ook. Maar dat doet de katholieke kerk niet. Ja, je hebt een heel uh, ding met. Uh, je moet zoveel jaar studeren. En, en ja, dan heb je dat allemaal gehad. En dan uh, moet je dus. Uh, zoiets als uh, de eucharistie... Dus ook al oh, is het volslagen belachelijk. En om moet even uit te leggen. Christus heeft gezegd, ik ben het brood van deze wereld. Vraag me niet waar, want ik ben niet zo'n bijbelkenner. Ik, bedoel, ik ben geen niet jullie bisschop Ik maar... zou het wel leuk vinden hoor, maar dan moet ik als een sodomieter aan de slag. Dan wil ik Jurk Gliesman als uh, secondant. Die heeft een hele goede bijbelkennis. Namelijk. Dan kan ik zeggen, Jurk, ik moet komende zaterdag, moet ik weer tegen een... Dan doe me even een paar spreuken. Maar anyway, ik weet niet waar het staat. Maar Christus heeft gezegd: uh, Ik ben het brood van de wereld. En bij... hij is ook geboren in Bethlehem. Hè? Dat betekent huis van het brood. Bed, bijt, betekent huis of tent. En lechem is brood. Ja, mijn Hebraeus begint vruchten af te werpen. Dus uh, ja, waarom is Christus geboren in Bethlehem? Nou, omdat hij het brood is van de mensheid. En daarom moet hij geboren zijn in het huis van het brood natuurlijk. Ja, ja de Bijbel zit bijzondererder in elkaar dan dat jij op je achterhoofd kan natellen... ...terwijl je je tenen uh, probeert in de gaten te houden. Heel bijzonder boek. En Christus heeft gezegd, dat is al vrij snel hoor. Kijk, nog even, nou nu ga ik wel heel harde. Maar het eerste woord van de Bijbel, dat is Bereshit. De Bijbel is dat eerste stuk, dat oude Testament. De eerste Brit. En dat eerste woord van het oude Brit, dat is Bereshit. En Bereshit op zich, dat bevat zes letters. En als je de twee middelste letters weglaat, dan krijg je het woord Brit. En dat betekent convenant, dat betekent testament, dat betekent afspraak. En die twee letters die erin gevoegd zijn, daar in het midden van Brit, waar dat woord Bereshit ontstaat, die letters die staan voor vuur. Ja, de Bijbel is een bijzonder boek. Ja. Nou, en dan heb je dat woord Bereshit. En dat betekent zoveel als uh, het eerste fruit. Dus, uh, in, van beginnen, beginning of zo. Of, ja, zoiets. Dus niet zozeer in het, want in het Nederlands staat er... in het beginnen schiep God hemel en aarde. Maar Bereshit betekent niet in, nou in de beginnen... In de beginnen schiep God hemel en aarde. Dan zou Bereshit in den beginnen moeten heten. Moet uh, vertaald moeten worden, maar dat klopt niet. Bereshit is uh, niet dat. De be beginnende. For beginning. In beginning. God created. Hashemayim. En Mayim is dan weer. meer Meervoud. Dus, Mayim is meervoud. En dan Vares, dat betekent. En de aarde. Anyway, Bereshit, dat woord heeft zes letters. En de eerste letter is de. Beit. De tweede letter is de. Resh. De derde letter is de. Alef. De vierde letter is de Shin. De vijfde letter is de. Zeg het nou goed? Sheet. Ik pak even het ding erbij. Ik heb te veel respect voor de Bijbel om dit fout door te geven aan jullie. En ik wil ook niet pretenderen dat ik het helemaal uit mijn hoofd ken. Ik heb het hier staan. Oh, ik zei ja, nou, ik zat nou, er niet zo ver naast. De eerste is de, de bijt, dan krijg je de resh, dan krijg je de alef, dan krijg je de shin. Dan komt de jod en dan de tav. Nou, en als je dan nou kijkt naar de betekenis van die letters. Want in het Hebreeuws heeft iedere letter, daar, een, daar, zit, daar zit een begrip achter. Je kan bijna zeggen, er zit een verhaal achter. Het is, soms is een letter niet eens te vervatten met één woord. Ofzo, hè? En als je nou kijkt naar het woord bereshit... en dan naar de begrippen... en je pakt de eerste twee letters, dan zie je als één begrip... namelijk de bijt en de resh, als één ding. Dat is brr, bar. Dat betekent zoon. En ja, dan krijg je de volgende zin... Zoon, God, destructie, hand, kruis. Dat was Bereshid. Dat staat al, is het eerste woord van het Oude Testament. Niet zo lang geleden heeft de Paus wereldkundig gemaakt dat volgens hem in het Oude Testament de komst van Christus de Heer niet is aangekondigd. Dat zegt meneer de Paus even in zijn eentje hoor. Daar is het merendeel van de bijbelgelovende christenen het helemaal niet mee eens. Bijvoorbeeld de mensen die Hebraeus kennen en die zeggen: van ja, ga er weg, stomme paus, met je keppeltje. Daar staat: Zoon, God, destructie, hand, kruis. Nou, en wat gebeurt er in het Nieuwe Testament? Daar wordt de zoon van God, uh, die vindt de dood, de destructie van zijn lichaam, met zijn handen genageld aan het kruis. Ja, ja. Dag en het even witte. Dat is heel bijzonder, hoor. De Bijbel. En dan de paus die doet dan, uh, ja, ik ben van de Bijbel en, uh, ja, en wij zijn de baas. En dan denk je ja, wat nou de baas? Wat je nodig hebt in een gemeente, in een Ecclesiast. Dat is iemand die de schrift kent. En ook die ook goed kan praten en niet te snel praten. En goed articuleren. Je stem goed gebruiken. Niet schreeuwen in de kerk zoals Steven Anderson, die haatprediker. Vind ik helemaal niks. Hé, hey, dat zou mooi zijn. Dat is wat je wil. Snap je? Nou, dus terug naar dat, die Eucharistie. Kijk, Bereshid, ja, daarin staat dus al dat de zoon van God, dus in dat woord beginning, hè, daar staat al als verhaal zoon God, destructie, hand, kruis. Ja, en toen Jezus geboren werd, zei hij ook al vrij snel, toen zijn, het heet zijn ministry op zijn Engels. Ik weet niet goed hoe je dat op zijn Nederlands vertaalt. Maar toen zijn. Uh, uh, ja, zijn, uh, zijn. Zijn leer. Dat, dat hij echt ging kletsen. Want van Christus Jezus is. Uh, tussen zijn puberteit en dat hij dertig was. Uh, niks bekend. Dus wat heeft die gozerd toen gedaan? En waarschijnlijk was hij toen aan het timmeren. Dat is logisch. Want zijn vader was timmerman. En toen hij dertig was, toen zei hij... Oké, okay, genoeg getimmerd. Nu ga ik niet meer timmeren aan huizen. Nu ga ik timmeren aan de weg. En toen heeft Jezus al vrij snel gezegd... Dat, het, uh, dat hij niet van plan was om tientallen jaren aan de weg te gaan lopen timmeren... En dan uh, met een lange baard, uh, net als Methuselem, uh, zijn laatste adem uit te blazen op een, uh, een bekje van stro. Maar dat het zou gaan om een, ja, noem het maar een bliksemcarrière, om het maar even vrolijk te zeggen. En dat dat de bedoeling was, denk weer terug aan Bereshit. Zoon, God, destructie, hand, kruis. Zoon, God, destructie, hand, kruis. Vijf woorden. En op de laatste dag, voordat dan de destructie van de Zoon van God met zijn handen gespijkerd aan het kruis zou gaan plaatsvinden, dan heeft hij op de laatste dag nog één keer met zijn volgelingen gegeten. En toen heeft hij gezegd, ze hadden brood en wijn, dus vrij karig is dat hè, ze hadden brood en wijn. En toen zei hij tegen zijn discipelen: van. Uh, ja, dit brood. Dit is mijn lichaam. Waarmee hij zoiets bedoeld moet hebben. En dit is mijn eigen persoonlijke invulling hoor. Daar hoef je verder niks van aan te trekken. Maar waarmee hij bedoeld moet hebben. van. Uh, een soort rechtvaardiging voor wat er zou gaan plaatsvinden. Want. Dat lichaam van hem, dat deed er niet toe. Er was maar een lichaam. Hij was dat niet. Zijn lichaam was net als dat brood. Dat kan je opeten. Dat doet er helemaal niet toe. Je kan Christus niet opeten, maar je kan dat lichaam wel opeten in de zin van zoals je brood opeet. Maar hij is het niet. Dus is het geen drama als hij zou sterven aan het kruis? Zo is het ook bedoeld. Hij zei ook: van, uh, Ik moet dat doen, het is noodzakelijk dat ik dat doe. En die kruisen ging opzoeken. Want vanuit die positie uh, zal ik de Heilige Geest sturen. En die zal op jullie nederdalen. En dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Maar daarvoor moet ik sterven aan het kruis. En als, dat, als ik dat niet doe en ik blijf hier tussen jullie rond te wandelen. dan gebeurt er helemaal niks. En dat moeten we niet hebben. We moeten door. We moeten voort. En die laatste keer dat hij met zijn discipelen heeft gegeten, daarvan heeft hij tegen hun gezegd, gedenk dit moment. Letterlijk staat het in de statenvertaling. Dus, uh, denk aan dit moment betekent dat. Er staat niet, speel dit moment na in een toneelstukje uh, minimaal twaalf uh, keer per jaar. Dat heeft de katholieke kerk ervan gemaakt. En de katholieke kerk heeft er dan bij verzonnen dat, dat dat brood, wat Christus uitdeelde. En dat was gewoon brood, by the way. Dat was leghem. legem. Dat is Hebreeuws voor brood. Dat was gewoon legem Van de bakker. Nou, punt 1, uh, de katholieke kerk, die heeft die legem vervangen door uh, ouwel. Een of ander liflafje. Het is dat spul, uh, het lijkt op het spul wat ze plakken op de onderkant van een kokosmakroon. En uh, dan gaan ze ook nog een hocus pocus pasverhaal uh, doen. En dat dan de priester... Dat stukje, en wat is het? Het is niet meer, niets meer dan bloem met wat water, en het is even in de oven geweest. Er zit kraak nog smaak aan. Ik heb het namelijk in mijn mond gehad. Ik heb een keer. Uh... Ja, ik heb het één keer gedaan, of één keer of twee keer. uit respect voor mijn schoonfamilie. Die waren katholiek en ik was eerst ja, ik deed er echt helemaal niet aan mee. En toen was ik 20, 22, 23. Maar toen werd ik wat ouder, toen kreeg ik een andere vriendin en die was ook katholiek. of katholiek opgevoed. En die mensen gingen niet iedere zondag naar de kerk. Daar helemaal niet moeilijk over. Maar ze hadden wel zoiets van ja bij bepaalde dagen dan gaan we wel en, uh, en laten we maar gaan. Want anders is meneer pastoor die ze allemaal kenden natuurlijk. Van dan zit hij zo in zijn eentje in die kerk. Dan kan je die arme man ook niet aandoen. Dus zo werd er over gesproken. En dat vond ik eigenlijk wel heel sociaalschappelijk en grappelig. En ik acht kom, dan ga ik ook maar een keer mee. Hoor. Dus ik heb een keer een eucaristie meegemaakt. Of twee keer, ik weet het niet meer. Het smaakt helemaal nergens naar. Uh, maar zo'n priester, die houdt dan die, uh, die gebakken toestand uh, in de lucht. En dan moet hij een toverspreuk uitspreken. En dat is iets als een hok est. En dan. B -b 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 Christi dinges. En dat is Latijn voor de frase, dit is het lichaam van Christus. Ja, maar tijdens dat laatste avondmaal, had, ja, er lag brood op tafel, ze waren met z'n allen aan het eten en, en Jezus scheurde dat brood in kleine brokjes en die deelde dat uit en zei van, uh, dit, is, dit is mijn eten, dit, dit is mijn lichaam. Die hield helemaal niet die brood omhoog en sprak een toverspreuk uit met. Uh, hoc est corpus. Uh, 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 dat is ik op zijn Latijn. Voor mij bestaat dat woord helemaal niet. In het Latijn. Uh. Hoc est corpio of zo. Mijn lichaam. Helemaal officials... <trient> niet. Uh, Jezus heeft niet toen dat brood veranderd in vlees of zo. Hij zei alleen: uh, eet dit. Dit is mijn leer. Dit is overdrachtelijk. Zo moet je dat zien. En er stond een groot drama aan te komen. Want uh, die mensen waren behoorlijk onder de indruk van wat er de volgende dag zou gaan plaatsvinden. Ook al had hij dat dan van tevoren aangekondigd. En dan allemaal voor gewaarschuwd. Maar ja, dan is het moment supreme daar. En dan sta je toch even raar te kijken. En er zijn nogal wat mensen, die hebben er een traantje bij gelaten hoor. Dat was een grote verslagenheid. Ja, dus vandaar die, dat laatste avondmaal. Dat is mijn eigen invulling hè? dat Christus zei, als het ware om het te reduceren. Want dat is allemaal niet zo erg. Ja. Neem dit brood, zie dat maar als mijn lichaam. Hier, eet het brood op. Ja. Dat is er ook niet erg als het brood opgegeten wordt. Neem deze wijn, dat is mijn, dat is mijn bloed. Ja. Oké, okay. niet zo moeilijk doen. Z zoiets. Ja. Zo begrijp ik het. Hm. Nou, de katholieke kerk die maakt er een heel schouwspel van. En als priester moet je dat dan uh, keurig doen. En als je je verspreekt, dan moet je het helemaal overnieuw doen. En als je het de tweede keer dan wel helemaal zonder fouten doet, dan, en dat noemen ze transubstantiatie. Ja, die lui die van de Romeinse de kerk, die verzinnen de woorden bij waar je. Uh, een nieuw woord terwijl u wacht. Transsubstantiatie. Heeft te maken met het begrip substantie. Sub betekent onder. Dus uh, dat is de substantieleer. En dat zegt dat je, je hebt materie, maar dat is de uiterlijkheid. En dat die materie zo is, dat komt omdat er een substantie. die je niet kan zien, maar die zit eronder. Snap je hem nog? He, dus jij kijkt naar. Een baksteen bijvoorbeeld. Maar je ziet die baksteen. Maar dat is de uiterlijkheid. Maar achter die baksteen, in die baksteen, uh, dingen, daar heb je onzichtbaar de substantie. En die substantie creëert die baksteen. Dus er is een verschil tussen de materie en dat wat er werkelijk is. Dat is de substantieleer. En de materie kan je niet veranderen, maar wel de substantie. Want de substantie is geestelijk. Die substantieleer die zet de weg ook open naar dingen als alchemie. Dat je lood in, in lood in goud kan veranderen. Als je het maar doet op het juiste moment van het jaar, en met allemaal spreuken erbij en toestanden. Dan zou je de substantie van lood kunnen veranderen in de substantie van goud. En dan zouden die moleculen, atomen, die loodatomen, die zouden dan. Doordat de substantie die eronder zit, die erachter zit, veranderd is. Dan veranderen die atomen dan ook in goudatomen. Omdat de substantie veranderd is naar goud. Snap je? Nou, ja, zo verandert dan de priester dat stukje deegwaren. in het lichaam van Christus. Totale onzin. Ja, maar bij de onzin uh, moet je als je veel van onzin houdt, dan moet je zijn bij de katholieke kerk. Die doen aan nou die onzin. En gaan er nog lekker mee door ook. Er zijn er mensen die zeggen, ja, maar tegenwoordig, die katholieke kerken, die zijn helemaal leeg. Ja, dat is ook zo. Maar dat interesseert ze niet veel. Dat maakt ze geen bied uit. Want de katholieke kerk, dat is een, een politieke organisatie... Met dat sausje van de Bijbel eroverheen. Alsof ze Bijbeldinges zijn. Dat zijn ze helemaal niet. Ze verzinnen toch al die dingen, die verzinnen ze er zelf bij. Zo is het. Dus één grote poppenkast. Totaal zelfverzonnen. Uit hun duim gezogen. En daarachter zit die politieke agenda. Zo'n Greta... Greta Thunberg. Die Zweedse jonge vrouw. Ja, die gaat op bezoek bij de pauze. Want zij, hè, Greta Thunberg... Uh, die... En wat zij doet, die jonge vrouw, dat is nou precies de agenda van de paus. Dat is die politiek. Dus als je het hebt over de wereldorde. Mensen zeggen de nieuwe wereldorde, de NWO. Ja, dat is een nieuwe wereldorde in die zin dat ze dat begrip zijn gaan roepen. Eind jaren tachtig, daar is Gorbachev mee begonnen. Ja, dat wist je misschien niet, maar dat was Gorbachev. En Gorbachev die ging dat roepen met de protof. Ja, maar Russisch is een beetje uh, stroef. Maar die begon er al mee. En toen die papa Bush, die is nou dood hè. Die uh, George Herbert Walker Bush. Die nou overleden is. En die zei het in 1990 op 11 september. Ja, precies op 11 september hield hij een speech. Met de mooie woorden: Now we can see a new world order coming. En nogal meer hoor. Netanjahu heeft het gezegd en Franse presidenten hebben dat gezegd. En die frase, dat is een soort meme. en dan gaat iedereen dat lopen brullen en dan blijft het beter hangen of zo. Maar ze bedoelden daar alleen maar mee dat ze onderling hadden ze overleg gehad. En ze zouden dan de wereld orde waar ze van zijn. De, de, ja, Er moest weer een nieuw elan inkomen. In die zin dat die Berlijnse muren dat, dat konden we, daar konden ze wel mee kappen. En. Ja, maar ja, dus de Koude Oorlog ging dan niet meer. De Koude Oorlog, by the way, die is er helemaal nooit geweest. Was alleen maar in de kranten. Net zo goed als dat uh, de hele gedoe over klimaatverandering. Dat is er helemaal niet. Dat is alleen maar in de krant. En zo was de Koude Oorlog alleen maar in de krant. Een her en der een incidentje, zoals het gedoe bij de varkensbaai. Oh, 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 wat erg was dat zeg. Maar op het hoogste niveau was er, uh, ja, hoe noem je het? Ampel. Dat betekent overvloedig. Ampel beraad. Overleg tussen. Ja, de Russische machthebbers. En de Amerikaanse machthebbers en de Europese machthebbers en de paus. Ja, dat is tot op de dag van vandaag is dat zo. Wat hebben Poetin en en Trump en Obama en Willem Alexander en uh, Clinton en Bush en, ja, wat hebben al die mensen gemeen? behalve dat ze hele dure auto's rijden en ze hebben allemaal een huis met een zwembad als buitenverblijf en nog een woning in de stad natuurlijk en uh, buiten al die weelden en zo hè dure pakken dure schoenen uh, matresses zo maar als je dat dan even uh, niet hè, dat hebben ze allemaal gemeen natuurlijk maar wat hebben ze nou nog meer echt gemeen uh, ze gaan allemaal op bezoek bij de paus ja jij niet namelijk en ik ook niet. Nee, man. Ik ga afronden, hoor. Want uh, zo dadelijk uh, begint. Uh, de boeklezing. bij Jurk. op zijn. niet zijn YouTube-kanaal. maar via Skype doen ze dat. Dat is in het Duits. En vandaag ga ik meeluisteren weer. En dat begint om acht uur. Het is nu kwart voor acht of zo. Kan ik jullie adviseren als je dat leuk vindt? Um, Jurk Gliesman, die kan je zo uh, contacteren. Dat is uh, Belgisch. maar <laughs> Die kan je zo contacteren. En dan moet je onder deze uitzending even naar beneden scrollen. En daar staan allemaal linkjes naar kanalen van uh, Jurk. En dan doe je maar ergens een reply. En dan zeg je dag Jurk. Wel een beetje beleefd doen tegen Jurk. Dan zeg je dag Jurk. Denk om die puntjes boven de O. Huh? Of anders doe je J-O-E-R-G. Maar niet Jorg. Dat is geen correct Duits. Het is Jurk. Een o umlaut Of een O-E. Dat mag ook. Dan zeg je: 'Dag Jurk, ik heb van Perry gehoord dat elke zondagavond jullie interessante dingen gaan voorlezen aan elkaar. En ik wil ook graag een keer meeluisteren. Dan krijg je zo'n uh, invitatie. En dan mag je ook meeluisteren. Je moet dan wel je microfoon uitdoen. Dus uh, je, mag dan, uh, je wordt opgebeld door Jurk. Die belt iedereen tegelijkertijd op. En dan mag je reageren. En dan zeg je van: 'Hallo!' En dan denk je om je Duitse. Dus niet uh, hallo zeggen, maar 'Hallo' zodat iedereen denkt dat je ja, Duits spreekt. Ja, hallo. En dan zeg je. Guten Abend allen. Ja, gewoon denk een beetje aan je Duits. Niet uh, hallo allemaal. Ja, dat, is, dat is niet netjes. <laughs> That's it. En, uh, en dan zeg je iets als. Uh, Ik schaute de micro aus. Maar dat kan Jurk zelf ook zien. Dus als je alleen al je microfoon uitschakelt. Dan heb je zo'n knopje in Skype. Uh, Jurk ziet dan door jouw microfoon een kruis komen. Dus dan weet hij dat jouw microfoon uitstaat en dat moet ook. En dan blijft de microfoon van Jurk open en die van Michael, dacht ik. En dan begint de boeklezing. Dat duurt een uur. En dan gaat Jurk even een glaasje water drinken. En dan hebben ze nog een tweede sessie. Dat is dan meestal een ander boek. En ik doe meestal alleen het eerste uur mee. Luisteren. Heel wel leuk. En Jurk mag ik ontzettend graag. Fijne vent. Dus vandaar dat ik ga afronden. Maar dat, die uitzendingen met Jurk, dat is ook een mooi bruggetje, gaan altijd over de Katholieke Kerk. Want ze gaan alleen maar over geschiedenis, namelijk. Dus er wordt weinig in gefantaseerd. En, uh, men beperkt zich tot de, die facten. De feiten. Ja, en wat zijn de feiten? Ja, dat is de geschiedenis. En wie domineert de geschiedenis sinds dat de geschiedenis bestaat? Ja, dat is de paus. Ja, er is een mooi boek geschreven en dat heet uh, The Two Babylons. De Twee Babylons. Dat is vertaald in het Duits. En daar heet het. Van Babylon naar Rome. Of het is oorspronkelijk in Duits geschreven. En toen vertaald naar het Engels. Dat kan ook. Maar het heet op zijn Duits. Van Babylon naar Rome. En op zijn Engels heet het. The Two Babylons. Nou, ja, dan voel je me toch al hangen. Wat ooit Babylon was. Dat is weg. Die stad is weg. Maar dat gedachtegoed. Dat is niet weg. Dat is springlevend. Sterker nog, hier in Den Haag heb je een winkelcentrum en dat heet Babylon. Look it up. En de paus is de baas van ons allemaal, of je dat nou leuk vindt of niet. En hoe kan dat? Ja, dat komt omdat wij zelf niet gelovig zijn. En de paus lacht zich in kriek. Want atheïsten, dat is voor hem de meest eenvoudige groep om daar de baas over te spelen. Ja, dat hoor ik goed. En bijbelgelovende christenen, dat is voor hem een groep, daar, is voor, daar kan hij onmogelijk de baas over spelen. Begrijp je hem? Dus als je atheïstisch bent, of normaal, of, of je bent katholiek, of je zegt dat het interesseert me helemaal niks, of ik, ik ben nihilist, of ik ben uh, transgender, huwelijk, homo, dinges. Dat, dan ben je heel makkelijk voor de paus om te domineren. En ben jij een bijbelgelovende christen, dan ben je niet te domineren. Onmogelijk te domineren. Dus een hele goede reden voor jou om als de Sodemieter hier naar Arnhem te komen. Naar de Koningsstraat. Naar Boekhandel de Fakkel. En daar een Statenvertaling te kopen voor 1450. Of een King James van 8,95 euro. En dan kan je bij mij langskomen, een kopje thee drinken. Of, ik, of je komt langs en dan laat ik je even Arnhem zien. Ja, gaan we een wandelingetje maken. Gaan we even langs het streetcafé. Dat is toch leuk? Dus Vanaf twee uur zijn de leuke kroegen hier open. Dat doe ik wel even hoor. Dat vind ik helemaal geen enkel probleem. Koop jij lekker een Bijbel? Dan doe je wat aan de wereldorde. In die zin dat er een wereldorde moet komen gebaseerd op de schrift. Gebaseerd op de moraal. En niet een wereldorde gebaseerd op onzin en geld verdienen. Waar de paus mee bezig is. Snap je? Nou, ik denk al dat jullie het begrijpen. En ik weet van mensen. Die, ja, die. die hebben de schrift ook gevonden. Of beter kan je zeggen. het woord van God heeft er hun gevonden. Die heb ik onder mijn luisteraars. Behoorlijke percentages. Misschien wel 30%. Dat is heel erg mooi. Maar die anderen. Die, uh, de uitnodiging staat hoor. En je kan er ook zeggen: well, Peri, wat doe je moeilijk? Ik, uh, het, het, het is ook zo: boekhandel de fakkel. Dat zit online. En online. Ja, kan je het ook bestellen. Ik vind die website niet super, super handig. Maar het kan wel. Maar wat kost het nou? Een retourtje Arnhem. Ik weet niet waar je woont, maar... Je bent er zo en Arnhem is een... Ja, je stapt op het centraal station van Arnhem, stap je uit en je zit gelijk in het centrum. Dus je hoeft niet de bus te pakken of zo. En ik woon in het centrum, nog wel. Ik vind het wel leuk hoor. Ik ben gestopt met roken en ben gestopt met drinken, maar op zo'n moment wil ik wel een uitzonderingetje maken. Als jij nog wel rookt en drinkt bijvoorbeeld, dan gauw terecht lekker een blootje roken. Wat maakt mij het Drinken we nog een keer een whisky of een jenever? Op de goede afloop. En als je niet drinkt, nou, dan, drinken, dan rook ik en drink ik ook niet. Natuurlijk, want dat doe ik namelijk niet meer. Maar als er bezoek is, dan is het wat anders. Zou dat wel leuk vinden hoor. En jij ook denk ik. Neem je, je kinderen mee. Ja, dan gaan we niet blowen en drinken natuurlijk. Maar... Tenzij je kinderen al 18 zijn. <laughs> Want dan mag het. <laughs> dan gaan we lekker lachen. En dan weer terug op de trein. En jij met je mooie Bijbel. Heer. En als ik dat weet dat je komt, dan kan ik van tevoren even er langs lopen. Het is vlak bij mij hè, op steenworp afstand van hier. De Koningsstraat. Kan ik daar even vragen of ze die dingen wel een voorraad hebben? Want dat zijn ze wel, hè? De, de Statenvertaling of de King James. En de rest zou ik nou, voorlopig niet aan beginnen. De, waarom? Hè? Statenvertaling en King James, dat is, uh, zijn vertalingen van 400 jaar geleden. En ja, daar is niet aan gefrupseld. Dan heb je wel de nieuwe dinges en de nieuwe zus. En de, maar ik vind dat ja, niet nodig. Ik zou het als ik jou was ook niet aan beginnen. Hou het maar lekker bij de King James of de Statenvertaling. Al 400 jaar goed te begrijpen. Leuk man. En er zijn ook leuke restaurantjes hier in Arnhem. Dus, waar we gaan ergens een hapje gaan eten. Ik heb niet zoveel geld, maar voor een keertje wel een pizzaatje betalen. En trouwens, ik ken ook wel goede restaurantjes die helemaal niet duur zijn. Ik ken een, een goede Joodse tent. Shalom heet die of zo. <laughs> Daar kan je goed pizza krijgen, man. En ook andere dingen. En ook goede Arabische tenten. Dit is allemaal niet duur. Hè? Voor een tientje. Kan je eten. Een pizzaatje en. Uh, glas cola. Of zo. Nou, dan kan uh, deze bruin nog wel even trekken hoor. Maak er weer een feestje van. Ja, je bent uitgenodigd bij deze. Leuk hè? In de strijd. Tegen het katholicisme. Want de universele kerk. daar ga ik volgende keer weer lekker over door hoor. Want ik heb nog lang niet alles verteld. En als ik alles heb verteld. dan ga ik weer gewoon overnieuw beginnen. Hm. Waarom niet? Het kan niet goed genoeg duidelijk gemaakt worden. Ja? En op zijn hamburgs, Want Jurk Liesman komt ook uit Hamburg. Zo weet ik dat het hamburgs is. zeg ik tjus. En dag lieverds.